Ja, de comments op vlog nummer 399. Staat bovenaan, ja, onze Paul ter Haar. Nee. Ja, nutteloos experiment. Wat gebeurt er als je het anker als noodrem gebruikt en deze aan de achteras bevestigt? Nou, niks. Stopt de auto gewoon, denk ik. Dat vind ik een goed experiment. En ik denk dat we die moeten gaan doen. Ik heb er ook nog een eigen touch aan toegevoegd. Want het is eigenlijk iets dat ik ooit een keer eerder wilde doen. Alleen net een beetje anders. Iedereen heeft die video's wel eens gezien dat ze zeg maar met een ketting rond het motorblok doen. En dan maken ze ergens aan vast. Dan rijden ze kaart achteruit, trekt het motorblok eruit. Ik dacht, dat kan misschien ook wel als je het vooruit doet. En de ketting zeg maar rond het motorblok slaat, onder de auto door. En dan kan je het motorblok zeg maar zo eruit kantelen en dan met de auto over zijn eigen motorblok heen springen. En zeg maar, dit gecombineerd met een anker, ik denk dat dat een mooi nutteloos experiment kan zijn. Dan hebben we zeg maar een soort van anker ejector, die gooit het anker uit en dan de ketting rol onder de auto door over het motorblok. Nou ja, wat kan er ooit misgaan? Ik denk dat we dit moeten doen, ik vind de goeie. En dan zijn we ook gelijk van die Renault af. Want dan misselijk wat hij de volgende keer weer bedenkt om kapot te gaan. Dan kunnen we een betere stap voor zijn en hem gelijk goed kapot maken. En meteen korte metten. Dan zijn we er meteen vanaf, op de kar, weg naar de sloop. AJTB. Ik vind het een goed plan. Als jullie toch liever de achterasversie willen, dat kan ook natuurlijk. Maar dan is hij niet helemaal kapot. Dan is de achteras eronder uit. En als je eigenlijk wel te kapot om... Nog iets mee te doen, want dan gaan we niet meer repareren. Dan breng ik hem liever weg en dan kunnen we hem beter omruilen misschien weer een keer. Of misschien een andere auto. Er zijn nog kijkers die hadden nog auto's aangeboden overigens. Ik kreeg weer een mailtje ook. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, zeg maar in de comments wat je ervan vindt. Ja, Edwin Koldenhoff. Hij zegt, hahaha, 12:30. Zitten er twee zwaar onderkoeld te raken. Tom, ik ben een beetje geraakt. Ja, Tom, je hebt mij ook wel een beetje geraakt, hoor, met die opmerking, jongen. Hij zat daar lekker warm zo. Ja, het was ook niet helemaal warm, denk ik, maar... Nee. Ja. Maar ik had het vast warmer dan dat jij het had. Zo, de knetter, ja. Dat denk ik ook, man. Ja. Weer koud als ik eraan denk. Ja. Gelukkig dat weer een jaar duurt voordat het weer een nieuwjaarsduik is. En ik weet niet of dat we er een trend van moeten maken, maar ik ben nog niet ziek geworden gelukkig. Afkloppen altijd tegen ongelakt staal, toch? Ja. Voor engineers dan, hè? Toch? Monteurs, hartstikke idee. Hey. Suggestion for the Renault. Turn it into a full-size RC car. It got automatic transmission. Which aids building a full-size RC car because shifting gears is difficult with RC servos. I got your brackets on the steering wheel and pedals. Those can be modified to accept big servos. If you are going to destroy it later, you can do so in a spectacular stunt that no one of you would have dared to drive it in. Well, that's also a great idea, of course. Paul also had a good idea, and he said we should put the anchor on the car and then hook it to the rear axle and then just use the anchor as emergency stop and see what happens. But this is also a good idea. And it's also something I have been thinking of earlier, to do something like this. And I think that's really great. I've seen videos of people actually building an RC car, but I haven't seen any which got destroyed after that. And that's, of course, like you say, can be very spectacular, of course. I'm not sure if we should do this with Renault. I think this is also a really nice project for some interim or trainee or some stagiaire. Yes, intern. Internship. Yeah, that might be a nice project. So I think we have to keep that one in mind.
I'm not sure if the Renault is that the proper car for, because it's not really reliable. It would be a shame if we built this system and then the car just breaks down. On the other hand, if we build this system so we can just hook it onto the steering wheel and on the pedals, then it's not hard to install it in any other car as well, as long as it's an automatic. So that's a good idea. Goed. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor alle comments. En ook voor het stemmen op de comments natuurlijk. Ik zou zeggen, tot de volgende!